Hallo, we zijn hier bij de Devil's Trail op de zandheuvel op die ze straks op gaan rennen. Hey, goedemorgen. Wat leuk dat je kijkt naar vlog 31 alweer. Waarin ik je mee ga nemen naar de Devil's Trail. Ja, dit is een vlog in de categorie raceverslag. En ik ga uitzoeken wat deze trail zo duivels maakt. En ik ga je vertellen hoe ik vandaag heb aangepakt. Ik ga de 26 kilometer lopen. De één na langste afstand. Ga je mee? De reden dat ik me heb ingeschreven voor deze loop is enerzijds omdat hij natuurlijk in mijn eigen achtertuin is. En anderzijds omdat ik zit nu 30 dagen in het Sportrustenprogramma. En ik wil wat langere afstanden daarin stoppen, deze tweede ronde. Dus ik zocht eigenlijk een halve marathon. Deze is 26, iets langer. Dus ik ga hier ook gewoon vooral om hem rustig uit te lopen. En, maar ja, dat zegt natuurlijk iedereen altijd voor elke wedstrijd. Maar ik heb mijn schema nog niet zo goed gevolgd. Ik had nu 17 trainingen moeten hebben op dat 30. Ik heb denk ik zeker 5 gemist. Dus ik heb al een week niks gedaan. Maar ja, het voordeel is wel, de grafieken zeggen dat ik op topvorm ben. Dat ik helemaal ben uitgerust. Dus we zullen het meemaken. Kijk je nu, het is altijd achterlijk gekloot met die veiligheidsspeltjes en dat nummer. Ze daar niks op verzonnen hebben. Ja. Wat maakt die duivelstrail zo duivels? Ja, hoogteverschil, de kleine paadjes. Dat is wel het duivelse eraan. Ja. Goeie vraag. Het is voor mij ook de eerste keer dat ik hem ga lopen. Wellicht een beetje de hoogtemeters. Dat je vooraf niet zo goed op getraind bent. En dat tijdens het lopen af en toe zo'n duivelsteekje in je kuit komt. Maar weet je, we gaan het zien. We gaan gewoon lekker lopen en lol maken. En ik ga die duivel wel even kraken, om het maar zo te zeggen. Ja, wat grappig is, waar ik merk dat ik bij het triathlonnen inmiddels een helemaal uitgeraffineerd protocol heb. Ik ben anderhalf uur van tevoren aanwezig, ga ik me inschrijven, dan ga ik Park van mee inrichten. Half uur van tevoren wetsuit aan, kwartier van tevoren naar de start. Merk ik nu dat ik bij mijn eerste hardloop-evenement in Tijden weer een beetje de weg kwijt ben. Ik ben hier veel te vroeg. Verder belangrijk vandaag, ik heb eten mee onderweg. Dat heb ik geleerd van mijn MTB-marathon in juni. Ieder half uur eten. Ik heb een startnummerband bij van de triathlon met van die lusjes. En daar heb ik 4 zelletjes bij. Nou heet dit de Devil's Trail. Ja. Betekent dat ook dat jullie veel aan de bak moeten bij deze wedstrijd? Zeker bij de finish. Ja, wat voor dingen kom je tegen dan? Kneuzingen, verstuikingen, echt? Schaafwonden. Ja. Vol met schaafwonden. Vorig jaar waren we met 4 man heel druk bezig. Oh, dus het is wel echt een duivels trail? Ja, een helse tocht. Een helse tocht. Nou, succes vandaag. Dankjewel. Dat gaat helemaal lukken. Verder ga ik dus voor jou op zoek wat die Devil's Trail nou zo duivels maakt. Nou, één van de dingen waar die onbekend staat, in ieder geval deze editie hier in de Heuvelrug, is dat je hier vanuit de start in één keer hier de zandheuvel op mag. En dat is ook de finish. Maar goed, ik heb dat vorige week stiekem een beetje geoefend. Het is natuurlijk een pittig heuveltje. Maar ja, dat is 200 meter op 26 kilometer. Dus mijn plan is rustig omhoog, bovenaan de hartslag omlaag. En dan gewoon gaan we beginnen. Zo, de eerste 7 kilometer zitten erop. 35 minuutjes. Prima, steady. Ja, het is hier dan. De Eenzame Eik. Het keerpunt, 26 kilometer. We gaan terug. Goed, 14 kilometer update. Gaat lekker. We zitten hier prachtig in de bossen. Ik monitor heel nauwkeurig op hartslag. Ik zie dat daar het tempo wat gaat zakken. Van de 5:05 naar de 5:15. Maar goed, we gaan gewoon lekker door. Het loopt lekker hier. We zijn weer terug in het bos. 21 kilometer update. We zijn aan het klimmen. Maar ik kan je vertellen, ik heb de duivel gevonden. En die zit zowaar in het vlakke. Leersumse veld, kilometer 17 tot 20. Mulzand, wisselende ondergrond. Verschrikkelijk. Inmiddels redelijk last van mijn kuiten. Beetje mijn knieën, af en toe mijn heupen. Maar hey, nog 5 kilometer. We gaan door. Dankjewel. Ik weet niet of je pijn hebt, jongen. Je hebt al genoten. Doe mij maar medaille. Ja. Kijk eens, alsjeblieft. Dankjewel. 26, hè? Daar was hij. Net iets boven de 2:15, maar mooi. Maar kuiten doen pijn, billen doen pijn, heupen doen pijn. Maar wel mooi uitgelopen. En, hoe is hij? Mooie medaille. Even bijkomen. Even kijken hoe Tom het vond. Het is nou zo duivels in de Devil's Trail. Ja, stiekem toch wel een beetje dat mulle zand en een beetje op en neer. Dat zijn toch wel kuitenbijtertjes hoor.